Goedemorgen. Richard, goedemorgen. Met Wil van Delft van het programma Delft Blauw. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Hallo. Ja, hoor je mij? Hallo. Hallo. Richard, hoor je mij? Hallo. Nee, we gaan het nog niet proberen. Richard, hoor je mij nu? Ja, nu wel. Ah, kijk eens aan. Ja, techniek is soms heeft rare dingen in zijn leven, hè? Of niet? Ja, zeker, bij techniek. Ja. De reden dat we jou hebben uitgenodigd, Richard, is vanwege de single Bestel niet steeds voor jezelf. Vertel eens een beetje voor de luisteraars, hoe is deze single tot stand gekomen? Wie heeft geschreven, wie heeft geproduceerd? De single is tot stand gekomen doordat ik een opzetje heb gestuurd naar Pascal de Vormer. Yeah. Pascal de Vormer, die schrijft vaker teksten, die heeft het vaker voor mij gedaan. En die heeft er een hele leuke tekst op gemaakt. En toen ben ik samen met Jeffrey Tanus, die heeft de productie gedaan. En daar is eigenlijk dit liedje tot stand gekomen. Ja. Yeah. Dus Pascal de Vormer die heeft de tekst geschreven voor dit nummer dus. Ja, Pascal de Vormer heeft de tekst geschreven, ja. Ja. En waar is hij opgenomen? Hij is opgenomen in Zwifterband bij Jeffrey Tanus. Aha. Dus, media. Ja. Goed, nou deze single. Vertel eens een klein stukje van de tekst. Waar gaat het nummer over? Ja, het nummer gaat over dat iemand alleen naar de kroeg gaat en alleen maar drankjes voor zichzelf haalt. En niet uitdeelt. Nee. Dus dat is het eigenlijk. Ja, maar dat is op zich geen fenomeen, want dat zie je tot dikwijls of niet? Ja, dat gebeurt vaker. Hè? Dat gebeurt vaker. Dus ik denk, dan moeten we daar maar eens een liedje over maken. Nee, kom ik natuurlijk niet zoveel in een café natuurlijk. Maar toen de tijd toen een café kwam, dus je zag wel eens iemand. Je kent het bekende verhaal, hè? Iemand zit helemaal mee te drinken met rondjes die anderen geven. En op het moment dat hij aan de beurt is, dan is hij in één keer via de achterdeur verdwenen. Ja, dat klopt. En zo gaat het, hè? En dat. Ja, daar is dit liedje een beetje op gebaseerd, hè? Dat de mensen die dat doen en het liedje horen, dan denken ze, oh ja, misschien herkennen ze er eigen in. Ja. Ja, en ik heb dat ooit 100 keer zien gebeuren. En ja, dan op een gegeven moment, dan denk ik de volgende keer, je pakt me niet meer, je pakt me maar één keer natuurlijk. Maar vooruit, dat is een verhaal apart natuurlijk. Ja, dat is een verhaal apart, ja. Maar hoe is de ontvangst overal van dit nummer van jou? Nou ja, wat ik van meekrijg is de ontvangst overal erg leuk. Ook als je hem live zingt. Dus de mensen die door het deuntje wat begint te doen, ze wel leuk mee. En ik heb wel hele leuke reacties van iedereen. Zeker. Ja. En weet je wat het is? Hoe is het met de agenda van jou? Begint je ook een beetje vol te lopen? Die loopt vol, ja. Dus ik mag zeker niet klagen. Morgen staan we er ook weer op een feestje, een verjaardagsfeest. Dus ik mag echt niet klagen voor mezelf, nee. Dus jij zit ook weer, als het ware, net zoals jouw collega's, weer in de lift. We gaan weer de goede kant op. We zitten weer in de lift, ja. Dus de aanvragen komen volop binnen. Dus ja. Ja, de gezelligheid is weer terug, hè? Ja, nee. En dit weekend, ga je dit weekend optreden? Ja, dit weekend heb ik alleen zaterdag gehad. Dus morgenavond heb ik een verjaardag in Maarsen, dat is bij mij vlakbij. Dus dan staan we gezellig op een verjaardag de hele avond. Ja, maar toch, ja, als je dit nummer zingt, hè? Hoe zijn de reacties meestal tijd? Als je dit nummer zingt, als je je staat op te treden, hè? Je staat met de microfoon en je zingt dit nummer, hoe zijn de reacties op dit nummer? Nou ja, als ik hem live zing, dan wat ik net al zei, dan doen de mensen leuk mee. En ik denk ook wel dat het plaatje blijft hangen. Dus dat is wel belangrijk dat
als die blijft hangen, dat de mensen hem ook een beetje gaan kennen, het plaatje. Maar als ik hem live zing, dan doen de mensen leuk mee. Dus, en zeker als het, het tweede gedeelte begint. Als, ja. Als er een beetje een tempo in komt. Ja. Maar daar doe je het dan voor, of niet? Daar doe je het voor. Ja. Daar maak je de singeltjes voor. En, ja. En wat ook heel belangrijk is, zijn mensen zoals jullie. Hè, dat, jullie ja, dat jullie draaien. Ja. Dat is ook heel belangrijk. Ja. We gaan zo daar draaien. Even voor de luisteraars en meeluisteren. Indien zij meer willen weten over Richard ten Oever, waar kunnen zij meer informatie vinden? Nou, als je mij zoekt op Facebook, Richard ten Oever, of op Instagram, of ik heb ook een website, www.richardtenoever.nl. En als je me daarop zoekt, dan kan je mij altijd bellen, appen, een personal bericht sturen, om, ja, om het af te tikken. Oké, okay. We gaan hem draaien. Ook een mooie clip opgenomen. Waar is je opgenomen? De clip is opgenomen in Café Schippertje in Maarsen. En dat was ook tijdens een zondagmiddag die ik altijd geef, één keer in de maand in Maarsen. En daar hebben we de clip opgenomen, dus Café Schippertje. Nou, je mag hem zelf aankondigen, dan gaan we hem draaien. We gaan hem draaien, dat is leuk. Nou, hier is mijn nieuwe single van Richard ten Oever. Bestel niet steeds voor jezelf en geniet ervan. Met en, jij ook niet voor jezelf bestellen? Nee. Ik zou graag helpen. Tot ziens, tot de volgende keer. Doei. Okay, doei.